Dag dames en heren. Ja, het weekend was echt wel warm hoor in het zuiden van het land. Met temperaturen van zo'n 20 tot 24 graden. En als de zon even doorbrak, dan kon je nog prima buiten zitten. Maar in het noorden van het land was het toch een stuk bewolkter en grijzer. En ook morgenochtend gaan we in een groot deel van het land zo beginnen. Met mist en lage bewolking. En dan duurt het even voordat de zon erbij komt. Maar we houden te maken met die toch wel warme toevoer vanuit het zuidwesten. En van bovenaf zien we Nederland vandaag nog verscholen in de bewolking. Maar de wind blijft dus uit het zuidwesten waaien. En ja, vrij warme en vochtige lucht komt onze kant op. Zorgt er ook voor dat met die vochtige lucht er vanavond gemakkelijk mist kan ontstaan. Maar ook hebben we dus die hoge temperaturen aan te danken. Nou, tot aan woensdag zitten we dus nog in die lucht. Maar we zien hier ook een band met regen en bewolking in de loop van woensdag dichterbij komen. En ten noorden daarvan ligt dan koudere lucht klaar waar we donderdag mee te maken gaan krijgen. Nou, eerst nog even die mistkansen. Vanavond zien we nog een schoon Nederland. Alles is nog groen. En als ik de boel in beweging zet, dan zien we vanuit het zuiden de kans op mist toenemen. Dat zijn dan die gele en rode kleuren waarin de zicht toch best wel behoorlijk kan teruglopen. En die mist en nevel trekt dan in de loop van de nacht en morgen naar het noorden toe weg. Duurt het even voordat het weer optrekt, maar ja, het is dus echt komende nacht in een groot deel van het land mistig. In het zuiden van het land kan nog af en toe een opklaring voorkomen. Maar over het algemeen is het vrij mistig en de temperatuur zakt naar een graad of 11 weg. Nou, morgenochtend is het dan eerst nog grijs, maar uiteindelijk breekt vanuit het zuiden de zon door. En dan wordt het toch een stuk warmer, 20 tot 23 graden. En wat verder opvalt is de wind die verder aantrekt vanuit het zuidwesten naar zo'n kracht 5 of 6. En dat is toch wel een vrij krachtige wind. Ook woensdag hebben we te maken met een vrij krachtige wind aan de kust vanuit het zuiden. Maar in de loop van de dag draait hij naar het noordwesten. En ja, dat trekt toch wel bewolking weer het land op. Kan af en toe een beetje regenen. En die regen trekt in de loop van woensdag op donderdag over het land heen. En donderdag ligt hier bijna heel het land in die iets frissere lucht. Alleen nog in Limburg zou het nog 20 graden kunnen worden. Nou, vrijdag draait de wind dan weer om naar het zuiden. En dan stroomt opnieuw weer zachtere lucht over het land heen. Maar dat betekent nog niet dat het dus de hele dag mooi weer wordt. Want de bewolking blijft hardnekkig en er valt af en toe regen. Zaterdag draait de wind weer terug naar het westen. En dan wordt het weer overal een stukje frisser en wisselvalliger. En ook in de pluim zien we tot aan vrijdag dat warmere weer nog terug. Maar vanaf zaterdag maakt de temperatuur als het ware een vrije val naar beneden. En dan wordt het toch echt wel een stuk herfstiger. En ook op de langere termijn zien we dus ook de vorstkansen toenemen. En dat is toch een signaal dat we nog niet eerder deze herfst zagen.